KunstOF. Kom erin. Sinds de academie nog niet bezig met de verkoop van mijn werk. En eigenlijk, ik richt me eigenlijk... Ik woon hier een beetje als een soort kluisnaar. Ik voel me hier af en toe echt een Van Gogh. Zo'n kunstenaar in zo'n hutje op de hei. En het idee bevalt me eigenlijk wel. Zo word ik hier ook wel een beetje behandeld. En vind ik wel prettig. Hoe gaan de ambtenaren dan met je om? Al op zich wel goed. Alleen niemand die dan direct naar mijn werk vraagt of zoiets. Want dat wordt toch wel een beetje gemeden. Maar wordt er niet een beetje vreemd naar je gekeken? Ja, ik denk het wel. Maar je zegt een hutje op de hei, maar je zit hier toch wel in een rijtjeswoning? Ja, maar het is een beetje dezelfde. Het is heel geïsoleerd hier eigenlijk. Als hier als kunstenaar werk. Want je hebt hier natuurlijk geen enkel circuit. Misschien vier kunstenaars in de hele gemeente. Het leeft verder ook niet echt. Nee. Het is net een nieuw sociaal-cultureel centrum waar ze af en toe een expositie hebben. En daar blijft het wel bij eigenlijk. Maar wat moet ik me dan voorstellen bij de beeldende kunst, hoe dat leeft in Ommen? Niet, zeg maar. En misschien bij een heel beperkte groep. Ik bedoel, zoek die beperkte groep, die zoek ik dan ook niet op. Ik zit hier ook omdat ik niks mee te maken wil hebben, ik wil gewoon werken. En die periode zal wel weer overgaan ofzo. Op de duur zal ik toch weer werken naar de buiten... moeten brengen. En willen, dat wil ik ook. Maar op het moment vind ik het nog te vroeg. En ik heb in mijn werk toch een bepaalde rust nodig. En die vind ik hier meer omdat ik ben hier natuurlijk ook geboren. Dus ik voel me hier gewoon ontzettend thuis. En dat schijnt bij mij toch het beste te werken. Als ik in een stad woon, dan doe ik zoveel indrukken op, dan kom ik nauwelijks aan werken toe. Ik ben best nog een beetje een boerenpummel wat dat betreft. Hey Marc, ja? Vertel eens, wat gaan we doen? Ik laat jullie een tekening zien. Eén tekening? Ja. Ik kan gewoon een tekenfilm gaan kijken. Ja, dat is toch veel leuker. Ik zeg gewoon dat het één tekening is en dan zeg ik na die tijd, het beweegt. Zeg je dat? Ja. Het beweegt, zeg je dat? Kat. Waar heb je eerst gewoond? Op een camping. Camping? In een caravan? Nee, in huis. Zo gaan lopen. Nou, ik had eigenlijk liever op de camping gebleven, maar het was 's nogal koud daar. En ik had iets te weinig werkruimte. En mijn vriendin heeft een dochtertje en die is
lichtelijk lichamelijk gehandicapt en die werd nogal gepest op de camping. Dat was niet echt leuk. Ik ben officieel huisman. En niet huisman. Dus ik verzorg de kleine als ze uit school komt en probeer af en toe een beetje het huishouden bij te houden. Hoi. Dit was leuk. Laten we eerst een biljetje gaan leggen. Ik wou een paar dansende figuren maken aan die kant. En aan die kant heb ik een bovenaanzicht van deze jongen zoals gemaakt. Ja, de reacties die hierop werken echt zijn niet zo gedetailleerd. Dat is meestal van ochtend is wel mooi en dan is het wel goed. Dus ben ik tevreden mee. Als je nou nog eens een keer vraagt, switch je onder, doe je dat dan? Ja, ik er wel wat meer geld voor hebben als het even kan. Ga niet meer 2 maanden staan ploeteren voor niks. Om een beetje rust te krijgen in mijn leven, een beetje op mijn gemak kunnen werken en zonder dat ik echt belast ben door dingen of zo. Maar ik weet niet of ik denk dat iedereen dat wel heeft of zo. Ik denk dat iedereen dat wel heeft, maar ik heb wel vrij sterk, geloof ik. Dat ik heel gauw belasten met zaken die eigenlijk er niet toe doen. Maar wat ik bedoel is, welke zaken gebruik jij in je werk? Ja, alles eigenlijk. Meestal over het algemeen pik ik er niet echt concreet iets uit. Meestal ontstaat het door een mengeling van dingen waarvan ik misschien pas later erachter kom van waar ze nou eigenlijk vandaan komen. Het is niet zo dat ik echt, ik pak wel eens een onderwerp op, een stukje bos wat je hebt gezien. Of, maar ja, meestal is het toch een mengelmoes van dingen. Materieel, immaterieel. Thank you.